De stilte spreekt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want stilte, die spreekt niet, die is stil. Nee, nou ja, hij is gegroeid vanuit dat stilte een vanzelfsprekende stilte is. Eigenlijk zo gewoon, vanzelfsprekend, zegt al, het is er. Stilte is er voor iedereen, is universeel, maar alleen... ik denk dat wij de stilte wat meer naar de achtergrond hebben gebracht. En dat de stilte, die is er, ja. Maar... wij verdringen hem als het ware. Wij verdringen hem omdat de stress in deze maatschappij, de stress die steeds meer toeneemt, die drukt die stilte ook weg. Maar wat is nou volmaakte stilte? Als je bijvoorbeeld in de hei ergens bij Koopwijk en Zand rondloopt en... dan geen auto of geen ding meer, alleen maar dat, geruis? Nee, ik denk dat de volmaakte stilte nooit bestaat. Die zullen wij ook niet in dit programma laten zien of horen, op wat voor manier dan ook. Het programma biedt ook een breed scala aan mensen die vanuit hun achtergrond iets gaan vertellen over stilte. Oké. Dan heb je het over een programma, met andere woorden. Er staat een programma op stapel, hè, heb je georganiseerd, waar de stilte als thema gebruikt wordt, heb ik begrepen. Ja. Wat is het precies en wat kunnen we verwachten? We hebben de stilte, ik zeg het al, vanzelfsprekend gemaakt. En vanzelfsprekend is dat die dus toegankelijk is voor iedereen. En iedereen betekent ook dat wij verschillende lagen uit de maatschappij mensen hebben benaderd die vanuit hun discipline iets gaan vertellen over wat stilte voor hun betekent. Dus daar hebben we dan een bedrijfskundige bij die vanuit zijn achtergrond gaat vertellen over... en voornamelijk vanuit de druk van het bedrijfsleven, binnen het bedrijfsleven... zie je gewoon, moet steeds meer gepresteerd worden. Er moeten alleen maar meer en meer, waardoor de mens zelf op de achtergrond wordt gebracht. En, ja, ik denk de mens wat meer aandacht moet krijgen van waar is die nu mee bezig. Okay. Er zijn twee pianistes die ook vanuit hun stukjes horen waar ook duidelijk de stilte ook hoorbaar is. Pianomuziek heeft alles te maken met timing. Ik bedoel, zonder lawaai is er ook geen stilte. Dus die twee hebben met elkaar te maken. Het moment dat je geluid laat horen, is er ook altijd een moment van niets, van stilte, van ruimte. Stilte kan je ook zien vanuit andere woorden eraan geven. Een time-out, timing, reflectie, ruimte. Dat zijn allemaal woorden die je voor stilte kan benoemen. Rust. Rust, ja. Ja. Ja, okay. Ja. Helmi, als je nou die stilte dus moet samenvatten, hè? In één zin bijvoorbeeld. Ja. Hoe zou je dat doen? Ik denk dat wij in deze maatschappij ons wat meer zouden moeten voeden met stilte. In plaats van te voeden met allerlei vermaak. Zoals televisie, uitgaan, computerspelletjes. Het is allemaal dingen die buiten ons zijn. We willen consumeren. Maar ik denk dat de weg naar binnen... dus het jezelf voeden met die stilte zeer wezenlijk is. Dan heb ik begrepen dat het geen idee van jezelf is. Het is iets wat landelijk gevierd wordt. Ja. Of zeg maar landelijk aandacht heeft. Ja. Hoe lang is dat al? Dat is sinds 4 jaar. Het is het vierde jaar dat gedaan wordt. Het is de landelijke dag van de stilte inderdaad. Die zowel in Nederland als in Vlaanderen plaatsvindt. Op allerlei plekken door heel Nederland... zijn de activiteiten omtrent het thema stilte. En ze hebben het moment gekozen, 26 oktober is ook het moment dat dat de klok verzet wordt. Dus je hebt een uur extra. En dat is het moment waarop je je bezint. Ze hebben eigenlijk gedacht van, goh, we grijpen dat uur aan om ons te bezinnen. Waar zijn we mee bezig? Hey, wat kunnen de mensen nou verwachten feitelijk in de Gasthuiskerk? Wat wordt in de Gasthuiskerk georganiseerd, heb ik begrepen? Ja. Het is een breed, gevarieerd programma. Mm-hmm. En ik denk dat de mensen
kunnen gaan zitten en genieten van datgene wat ze zich aandient. En dat is echt breed. Er is pianospel, er is een spreker. Dan is er weer, het wordt afgewisseld met muziek, gedichten voorlezen, haiku's. Er wordt op de muur wordt er geprojecteerd het programma, groots. En daar op de muur wordt ook geprojecteerd allerlei filmpjes. Onder andere gemaakt door Iris Hondordos. Die heeft voor ons rimpelingen in het water. Dat zijn spiegelingen in het water. En dat zijn tussenfilmpjes waardoor de mensen ook weer even tijd krijgen om bij zichzelf te komen. Om ook voor zichzelf een reflectie, om de volgende spreker weer te kunnen toelaten. Dus daarin, ze krijgen ook momenten van stilte, ze krijgen momenten van informatie, ze krijgen eigenlijk alle zintuigen worden aangesproken. Oké. Okay. Hoe laat begint het? Hoe lang duurt het? Twee uur begint het. Ja. Nou, anderhalf uur. Nee. En dan is er een pauze. En dan tot vijf uur. Okay, gaan we dus door. Een middagvullend programma. Een middagvullend programma, okay. Ja. Toegang? Heb ik begrepen, is niet gratis? Nee, de toegang is... Geen 7-7-7 verhaal? Nee. De toegang is €15. En er zit inclusief consumptie bij. Oké. Okay. En heb je al veel aanmeldingen tot nu toe? Tot nu toe zijn er 50 ongeveer. 50 aanmeldingen. En daar zitten dan de sprekers met hun vrouw. Die komen ook mee. Ja. Okay. Is dit de eerste keer dat je dat doet, Helmi, hier in Doesburg? Nee. Ik heb het kleinschalig hier in huis. Doe ik alle jaren al mee. Want sinds 4 jaar heb ik ook mijn meditatieruimte hier in huis. Dus mensen kunnen hier in- en uitlopen. Er zijn 2 momenten per week is er een meditatieuur, een stilte. En verleden jaar en dat jaar daarvoor heb ik al op beide momenten heb ik verleden jaar een lezing gegeven, De Kracht van Stilte, samen met Jan Bacheman. En dat jaar daarvoor was er een vrije inloop, kennismaken met wat betekent stilte nu werkelijk. Okay. En dat is een vaste groep mensen die regelmatig bij jou op bezoek komen om die stilte te ervaren, zo gezegd. Ja, dat is wekelijks. We hebben wekelijks de deur open. Okay. En die gaat om 6:15 's maandagsavonds open. En het moment dat de torenklok slaat om 7:00 gaat de deur dicht. Dus dan kan ook niemand meer naar binnen. Ja. Mensen komen in stilte en gaan in stilte. En als er wat gepraat wil, als iemand iets wil zeggen, dan kan dat. Als je het moment de deur uitgaat, dan vraag je wat of zeg je wat. Okay. Dus die mogelijkheid is er wel. En vrijdagochtends is er ook een moment van 8 tot 9. Okay. Helmi, stel nou, ik word door jouw verhaal heel erg enthousiast en ik wil me graag aanmelden. Hoe doe ik dat? Ik kan je het beste aanmelden via de website van ons, www.stilteleren.nl. En daar staat precies op, kan je €15 overmaken op onze rekening. Want het is handig als je dat toch doet, want wij willen mensen toch ook niet teleurstellen als ze straks voor de deur staan bij de Gasthuiskerk en dat het dan vol is. Ja. Dus liefst vooraf reserveren. Door een bedrag over te maken van €15. Oké, dankjewel. Graag gedaan.